stap maar uit. Wat een ruk. Help dan! Ah, Toos! Voorzichtig alsjeblieft, voorzichtig, Toos, Toos! Toos! Hey, dan moeten we even omwisselen, dat jij even uitstapt. Oh ja, is goed, kom maar. Oh nee! Zo, die paddenstoelen moeten helemaal geen blaadjes hebben, joh, in de buurt zo eromheen. Dat moet gewoon netjes zijn. Au, die camera staat aan. Ha, wacht, laat ik deze even wegdoen. Ha, hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en sorry, maar die deur zag er gewoon zo mooi uit. Daar moest ik toch even naar blijven kijken. Wat leuk dat jullie er zijn. Ik was eventjes de paddenstoelen hier aan het... blazen. Ik was op de paddenstoel aan het blazen. Ze hadden het warm, dus echt een beetje verkoeling. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag heb ik toch zo'n bijzondere planning. Normaal zeg ik het altijd, maar vandaag, kijkers, ga ik naar mijn... Oh, wat een mooie deur. Wederom echt zo. Die deur is zo mooi tegenwoordig. Vandaag ga ik naar mijn vader... Oh, wat een mooie deur weer. Oh, wederom. Vandaag ga ik naar mijn vader toe. Die heb ik al zo lang niet meer gezien. Ik denk, weet je wat? Ik heb een afspraak met hem gemaakt. Met Henkie Jotem de Tweede. Oh, heb ik toch zoveel zin in. Maar voordat ik daarheen ga... Ja. Nou, abonneer allemaal eventjes. Reageer dat je bent geabonneerd. En dan geef ik jouw reactie een prachtig hartje. Net zoals altijd. En we hebben bijna 130.000 abonnees. Dus deel het even met je vrienden en met je andere nootmuskaatkoekjes. En dan halen we het vanzelf. Ik heb de auto al klaargezet. Ik moet indruk maken op mijn vader. Ik heb hem al zo lang niet gezien. Ah, maar ik heb dus indruk maken op hem. En ik dacht, weet je wat? Dan neem ik deze Henkie Lego superauto mee. Daar wordt hij vast blij van. Het enige is dat hij wel een beetje voor één persoon is. Maar dat is niet erg, hè. Misschien heeft hij ook een auto. Nou, laten we instappen. Hoppakee. Oh, wat een prachtig autootje dit. Papa, ik kom eraan. Henkie Jotem de Tweede, kijkers. Oh, die heb ik al een heel lang niet gezien. Daar gaan we nu heen. Nou, daar zijn we dan. Als het goed is, woont hij hier. Hij is verhuisd in de afgelopen paar jaar. En hij heeft een nieuw prachtig huisje gevonden. Nee, ze een mooie wijk. Wat leuk. Als het goed is... Wow, wat was dat? Papa, nee. Wat? Ach, waar komt dat vandaan? Oh, nee, hij woont... Oh, dat was snel uitgestapt. Hij woont hier. Wat een explosie. Oh, beware of Doc. Oh, nee. Oh, ik ben een beetje zenuwachtig, kijkers. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, wat ik al blijf zeggen. Ik heb hem al zo lang niet gezien, Henkie Jotem de Tweede. Oh, nou, ik ga hem aankloppen. Hallo, is er iemand thuis? Hallo. Papa? Hallo. Nou, er zal wel niemand thuis zijn. Oh, wat jammer weer dit. Oh, ik had zo graag met hem afgesproken. En dan is hij er niet. Hey, Henkie. Papa. Hey, Henkie, jongen. Ik heb jou al zo lang niet gezien. Wat is er met je tanden aan de hand? Wat zeg je? Wat is er je met je... Je bent zo groot geworden. Ja, ik ben groter dan jou. Moet je zien. Dan jij. Dat is niet waar. Oh, nee. Kijk nou, kom eens hier in het zonnetje, papa. Oh, wat heb ik je lang niet gezien. Oh, Henkie. Wat heb je een leuk kapsel. Ja, jij ook. Oh, wat mooi. Je lijkt op je moeder. Ja, hoe is het met mama? Hoe is het met mama? Oh, ja, helemaal goed. Waar is ze? Dood. Nee. Geintje. Auw, ik schrok al. Papa. Kom mee naar binnen, jongen. Ja, ik kom mee naar binnen, oké. Oh, wat heb je wat heb je het leuk ingericht? Ja, kijk. Kijk daar. Daar inderdaad. En kijk. Hier. Hier. Ja. Mooi. Wat leuk, hè. Kijk. Ik kan alles zien hier. Is dat je eigen systeem? Ja. Wat zelf mooi. Gemaakt. Zelf gemonteerd. Nee, gemaakt. Gemonteerd. Wat jij wil, zoon. Zelf gemonteerd maakt. Wat mooi. Wat leuk, hè, dit allemaal, papa. Waar ben je? Je bent weg. Waar ben je? Oh, ik hoor gesleutel. Wacht. Oh, daar ben je. Wat ben je doen? Wat ben je doen? Oh ja, ik ben bezig met mijn nieuwste project. Oh, ben je aan het sleutelen? Ja. Oh, wat mooi. Oh ja, ik ben er zo blij mee. Oh, dat snap ik. Want Henkie, ik kan tegenwoordig niet zoveel meer. Je kan niet meer zoveel. Je wordt oud. Hé, ik heb loon. Oh, ik ook. Oh, hoeveel verdien jij? 250 euro. Ik ook. Oh, jee. Oh, Jotem. Oh. Pak de bal. Hij ligt hier. Ik heb hem. Oh, hij ligt bij mijn voeten. Oh, wat leuk. Ja. Hier is hij. Nog een keer. Nee. Oké. Okay. Maar je wordt oud. Nee, ja, ik kan. Kom mee. Ik heb een beetje last van. Ga even zitten, papa. Je wordt oud. Kom maar hier. Hier is dus een prachtige stoel. Ja, die heb ik van je moeder gekregen. Oh, hoe is het? Nou, waar is mama? Dood. Nee, grapje. Ah, ik schrok al. Wat vind je van mijn flesje zeep hier? Die is mooi. Wat leuk. Ja. Wat heb je niet goed in elkaar? Heb je die zelf gemaakt? Nee, gekocht. Au. Wat ik wilde zeggen, kijk, nou. daar staat mijn nieuwe project op die plank. Zie je dat? Welke? Ja. Geel of rood? Wit. Au.
Oh, die... Oh, wauw. Wat mooi. Dat zijn wat allemaal dat? Nieuwe onderdelen. Onderdelen van wat? Van een nieuwe auto die ik aan het maken was. Oh, een auto. Ja, ja, echt heel mooi. Echt, wat voor auto was je aan het maken? Eentje die kon vliegen. Vliegen, dat heb ik ook wel eens gemaakt. Oh. Nou, maar jij bedenkt denken, Jotem de Tweede, die van jou, die zou vast nog beter zijn. Ja, hij was heel snel. Maar waar is hij? Dat wil ik dus zeggen. Ik kan het niet meer zelf allemaal maken. Ik heb zo'n pijn aan mijn rug en ik snap de stelling van Pythagoras niet meer. Oh ja, en dat is essentieel natuurlijk, dat snap ik. Ja, ja, en al die breuken, ik snap er niks meer van. En dat heb ik jou allemaal geleerd, mijn zoon. Ja, dat klopt. Maar ja, ik mis allemaal moersleutels, dus ik kan het niet meer maken. Nee, maar wacht, ik heb een idee dan. Wat dan? Wat nou als ik jouw auto, jouw blauwe... Wat? Oh ja, sorry. Ja, nee, ik zag dat poppetje daar, vond ik grappig. Welk poppetje? Nee, daar op die plank. Ik zie geen poppetje. Hier. Oh, hier! Ja, die is best wel grappig eigenlijk. Ja. Deze. Ja. Waar waren we gebleven? Weet ik niet, jij zat daar. En wat nou als ik jouw voertuig, als ik jou... Wat? Hè? Wat? Patat! Wat nou als ik jouw blauwdrukken pak en dan jouw voertuig in elkaar zit? Dat is toch leuk? Blauwdrukken? Ja, voor jou weet ik voor hoe je het wil maken. Die heb ik niet. Die heb je niet. Wacht even, kom even mee. Nee, kijk, hier liggen ze. Oh, wat? De hier. Au, moet je die pakken? Als je die wil meenemen, dat mag wel, hoor. Dat mag wel, ja. Nee, dan neem ik die mee. Zou ik... Oh, ik mag lopen even mee naar buiten. Oh, en dan? Au, nou weet je wat? Dan leggen we dit in mijn... Wat vind je van mijn auto? Ik ga je trots maken, papa. Op je oude dag... Je mag wel maar naar beneden lopen, hoor. Au. Ik ga je op je oude dag nog trots maken. Ik ga... Papa? Papa! Nee, dat gaat je bent ook niet veranderd, ja. Wat is daar gebeurd? Ja, dat ontplofte toen ik hier aankwam. Maar wat vind je hiervan? Wat nou als ik jou... Dat zeg ik dus de hele tijd, maar je onderbreekt me. Wat nou als ik jouw voertuig ga maken? Dan maak ik je trots. Kun je dat, denk je? Dat kan natuurlijk, kan ik dat. Ik helemaal kan alles... alleen. Ik ken wel iemand die me kan helpen. Wie dan? Ja, die is nog ouder dan jou. Dan jij. Dan jij. Dan jij. Ik zei het al. Ja. Ja. Hoe is het met je moeder? Ja, weet ik niet. Au. Dood. Ja, grapje. Ik schrok al. Ja. Maar kijk, stap in. Wacht, toch niet instappen. Samen instappen. Kijk, wat nou? Oké, we gaan naar de andere kant. We doen heel even een ritje samen, oké? Ja. Ja, stap maar even in. Henkie. Ja? Er is maar één plekje. Ja, stap nou gewoon in. Nee, stap nou gewoon in. Au. Lukt niet. Nee? Nee. Nou. Oh, nee. Het lukt gewoon echt niet. Nee, dat maakt niet uit. Daar ga ik wel mijn eentje vandoor. Nee. Papa, ik ga je trots maken. Ik ga je trots maken. Ik hou van je. Wacht een keer even om. Ik ga je... Au. Ik ga je trots maken. Au. Au, je rug. Papa. Je rug. Weet je wat? Ik koop ook wel een nieuwe rug voor je. Ik maak wel een nieuwe rug voor je, bedoel ik. Dankjewel, papa. En ik zie je snel. Doei. Ah, ik ga een nieuw mooi voertuig voor. Maar ik heb nog geen idee hoe die eruit gaat zien. Maar ik heb de blauwdrukken meegenomen van mijn vader, van Henkie Jotem de Tweede. En ik ga hem trots maken. Dit gaat zo leuk worden. Maar eerst heb ik hulp nodig van een vriend. Een oude vriend die me hierin gaat helpen. Want ik heb wel een beetje het inzicht nodig van een oude man als ik een oude man wil helpen. Dus daar gaan we. Als het goed is, zou die hier ergens een nieuw baantje moeten hebben. Ik heb gehoord dat hij een nieuwe baan heeft. Ik weet niet of het iets voor hem is, maar hè? Alles, voor alles iets nieuws of zo. Ik weet niet wat er nou een mooie uitspraak is. De halt is hier aan de overkant. Dan ga ik dan even op hem wachten. Wow, rustig ga je, meneer. Oh, dat is een wacht. Oh, wacht, ik wil mee. Vergeet me niet. Nee, joh, Toos. Hey, wat doe jij hier? Ik stap even bij je in, oké? Nee. Hoezo nee? Ik heb een volle bus. Je kan niet mee. Hoezo een volle bus? Je ziet letterlijk niemand. Dit is... ik ben een tour aan het geven. En voor iedereen wie? Vindt het zo leuk. Voor wie? Nou, voor die mensen achterin. Er zit niemand achterin, Toos. Wel waar? Nee, niet waar. Kijk, iedereen is weg. Nou... Sorry, Toos. Toos, weet je... Wil jij met me mee dan? Ik wil wel mee, maar ik kom wel naast je zitten. Zo. Ja, prima. Toos, dan gaan we beginnen met de tour. Als je hier rechts kijkt, zit een prachtige theater van 100 jaar oud. Dit is gemaakt door de Palestijnen. En volgende. Hier links zit de hotdogkraam. Als u een hotdog wilt, ga daar zeker even een hotdog halen. Volgende. Als je hier rechts kijkt, ziet u het postkantoor. Daar ziet u het prachtige postkantoor. Daar worden uw pakketjes verstuurd. Volgende. Toos, hier links is de bierbrouwerij. Hier worden prachtige...
prachtige dat is dat reclame wordt. Volgende. Als je rechts ziet de parkeerplaats, wilt je een auto parkeren, dan kan dat daar. Toots! Ja, Henkie, verpest mijn tour nou niet. Er zit niemand hier. Wat? Ja, geen patat. Maar wat is er? Wat zei je? Toots, ga je me vergens parkeren? Ik heb iets heel belangrijks te vertellen. Ja. Zeg het maar. Goed zo. Ik heb vandaag met mijn vader gesproken. Je vader? Ja, mijn vader. Echt waar? Ja. Wacht, stap nou eens uit. Ik kan je bijna niet verstaan, joh. Hallo. Hey, Toos. Maar ik wat heb mijn vader gesproken en ik heb blauwdrukken gekregen voor een prachtig nieuw voertuig. Je vader? Ja, Henkie Jotum de tweede. Jij bent Henkie? Ik ben Henkie Jotum de derde. Oh, nee toch. Het is toch niet zo'n familie? Jawel, tuurlijk wel. En onze grote legende is natuurlijk Henkie Jotum, de eerste. Hou jullie mond, wie is dat? Wat? Pak je doos? Wat deed je? Een spuurte. Oh, maar wil jij samen met mij dat voertuig monteren? Want het is een hele nieuwe blauwdruk. Ik heb geen idee wat... Nu ben ik het zat. Ik ook. Ja! Ja! Oh, wat zat? Dit is een ingang. Oh, doos. Oh. Ik wist niet dat dit een ingang was. Wow. Ja! Wat is hier met de andere kant van deze muur gebeurd? Oh, ja, dit is doorzichtig glas, weet je wel. Net als bij de politie. Ja, maar... de ene keer kun je er doorheen kijken, de andere kant niet. Oh, ik snap het. Wat is je Toos? Ik ga naar beneden met de trap. Toos, waar ben je? Kom ook maar. Waar ben je, Toos? Beneden bij de trap. Beneden? Kan je hier naar beneden dan? Ja, Toos! Nee! Maar Toos, wil je dan mee of? Waarvoor? Met die auto monteren. Wat voor auto? Stap nou gewoon in. Ik rij wel. Nee, dat is mijn buswerk. Nee, nu voor mij. Nou, Toos die zei dat hij wel zijn eigen vervoer regelde. Hij weigerde om in te stappen nadat ik hem had aangereden. We zijn aangekomen bij de locatie. Ik heb de doos gelukkig wel nog even opgehaald. En stappen we, of rijden we zo naar binnen. Oh, een beetje krappe bocht. Oké, prima. Wat een mooi voertuig eigenlijk dit, hè? Hey, Henkie, dit is busje nummer 2. Oh, je hebt nog een busje. Ja. Oh, dat meen kijk, je. Dus nummer 20. Oh, en ik had nummer 20. Oh. Maar goed, Toos, ik heb de doosje ideaal. Die pak ik wel even, wacht. Zo, hoppakee. Als jij die even van me over kan nemen. Ja, dat kan. Zo, top, goed zo. Daarin zitten blauwdrukken en het materiaal dat we kunnen gebruiken voor een prachtig nieuw voertuig. Echt waar? Ja. Nee. En hij kan vliegen. Wie? Het voertuig. Dat kan niet. Jawel, Toos, we gaan helemaal in. Ja, ik zet hem even op de weg, ik ben. Oh, is prima. Dat voertuig kan vliegen. Oh, er zit een schroevendraaier in. Oh, dat is prima. Die kunnen we wel mooi gebruiken. Oké, we gaan alles klaarzetten en dan kunnen we hem gaan monteren. Ik vind dit wel een prachtig voertuig dat we vooraf kunnen gebruiken. Wacht even. Ja! Ik weet niet van wie deze is. Ik weet niet waarom mensen altijd hun auto's hier maar parkeren. Zit je lekker? Ja. Goed zo. Oké, dan zullen we deze ombouwen, Toos? Nee. Zo, dan zet ik hem hier neer. Dat was een lang ritje. Oh, ik moet naar de wc. Nee, dat snap ik. Weet je, ik begin wel... Zo achterin gezeten. Ik begin wel... Oh. Ik begin wel vast. Zo, dan leg ik de laatste doos hier even in de auto. Hoppakee. Toos, hij is helemaal klaar hoor. Hé? Henkie. Ja? Begin jij alvast? Hij is al klaar. Ja, ik weet dat hij zo meteen zo snel klaar is, maar begin jij nee, vast. Nee, hij is al klaar. Ik heb hem al... Hij staat daar. Ja, die bus. Nee, achter de bus. Henkie, begin er maar vast gewoon. Toos, ik kom er zo ik aan. Ik heb hem al gemaakt. Toos! Nou, weet je wat? Henkie, ik word moe van jou. Ik wil Toos, niet kom nu begin. Hier. Nu hier. Ja. Kijk, sorry. Hallo. Toos, sta op. Wil je me helpen? Oh ja, bedankt. Bedankt, hè. Zeg dat dan dat hij af is. Wauw. Wat mooi, hè. Rustig. Toos. Toos, rustig. Hij is mooi, hè. Wauwie. Ja, leuk is hij, hè. Mooie deuren. Ja, ik vond het model dat mijn vader heeft gemaakt, vond ik ook wel prachtig. Dat is zo'n mooi model. Ja. Ja, hè. Wilde hij dit hebben? Hij wilde dit heel graag hebben. Waarom stap je dan telkens in en uit? Ik vind die deur gewoon heel mooi. Wacht, laat mij eens even instappen. Nee. Toos. Ja. Toos. Nee. Stap nou niet telkens in en uit. Hij zit ook lekker. Ja, dat snap ik, maar dan moet je... Toos! Ja! Zo, kijk, stap in. Ik zat net. Ja, maar naast me. Hij is zo pruttig. Deze stoel zit ook lekker. Wauw. Oh. Ja, mooi hè. Vooral het interieur is heel... Waar ga je heen? Ik ga nu wegrijden als hij niet blijft zitten. Oké, maar hij is zo mooi hè, Toos. Prachtig. Prachtig hè. En hij heeft het leukste van allemaal aan deze auto is. Stel, je staat nou zoals dit, weet je. We zijn gewoon aan het rijden. Je bent gewoon een normale burger. Je bent gewoon lekker je ding aan het doen, weet je. Lekker een net als een normale auto. Ja, bedankt. Je bent een normale hamburger zoals dit, weet je. En op een gegeven moment... Ik heb honger. Kom je hier, wil je linksaf. Maar er staat in de file, zoals dit. Dat wil je toch niet? Nee, er staat één auto. Daar sta je in de file. File. Filet Amerikaan. Dus wat zou jij dan normaal doen? Uitstappen. Nee, blijf nou zitten. Oh. Kijk, Toos. Zie je dat het knopje daar, het gele knopje? Ja. Klik er eens op. Die rooie dan, toch? Nee. Oh, dat is een... Toos! Ah!
Oh, ja, de... ah, sorry, ik druk even op de rem, want je ging iets te snel. Ik zei de gele. Oh, de gele, zeg dat dan. Klik er eens op. Ja, geel. Kijk. Hoppakee, Toos. Wow. Heb je door? Nee. We vliegen. Nee, helemaal niet. We rijden nog gewoon op de weg. Nee, Toos, we vliegen. Moet ik het laten zien? Nee. Let op, komt-ie. Oh. Daar gaan we, Toos. Wow, kijk, dan kun je de file overslaan. Ik heb even mijn stoel naar achter gezet, Henkie. Ik kijk even naar de lucht. Toos. Kijk nou gewoon uit het raam. We vliegen. Wat? Ja, dat doe ik. Kijk naar voren, maar naar achter. We vliegen. Henkie. Ja? Ik heb volgens mij iets meer pillen genomen. Hoezo pillen? Heb je het nou nog steeds niet door? Ik hallucineer volgens mij. Je klikt nu maar op die rode knop. Ja, zo. Ja, hier. Kijk. Ja, Toos. Toos. Oh, ja, dit gaat niet meer goed. Het gaat niet soepel, Toos, dit. Toos. Ja. Oh. Nee, Henkie. Wow, Toos, hij gaat snel. Ja. Laat die knop los. Ja, hij gaat heel snel. Laat die knop ja, los. Ik heb hem al lang los, joh. Toos. Oh, ja. Ging dat snel? Heel snel. Oh jee, waarom klik je nou op de gele knop? Oh nee. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Zo, game beëindigd. VR-bril af, hoppakee. Dit is geen VR, Toos. Dit is het nieuwe voertuig van mijn vader. Zou die hier blij mee zijn, denk je? Denk je. Toos, wat is met je aan de hand? Ik lig even op je schoot. Ik voel me een beetje misselijk. Toos, gaat het? Ja. Gaat het netje? Jawel. Kom maar, weet je? Ik breng ons wel naar een rustig plekje waar niemand ons kan storen, oké? Okay? Ja. Hier, dan gaan we weer omhoog. Gaan we weer vliegen. Ik heb mijn stoel naar achter, hoor. Toos. Auw, Toos. Henkie, ik heb even mijn stoel naar achter gezet. Ik voel me echt niet goed. Ik ga wel naar een rustig plekje, wacht maar. Hier. Ja. Auw. Ik zit weer naar de lucht te kijken. Toos. Ik zit naar de straat te kijken. Wat is dit? Henkie. Ja? Ze is wanneer goede bosjes op de lucht. Henkie, ja? Waar gaan we heen? Ik breng ons even naar een rustig plekje waar niemand ons kan storen. We hebben alle rust. Kijk, we zijn er bijna. Ja, ja, alle rust. Henkie, ik voel me gewoon echt niet lekker. Hoezo voel je nou niet lekker? Wat is er nou? Het gaat allemaal zo heen en weer. Ja, we gaan hoog en hard en snel. Maar ik kom ook niet hoger dan dit. Wat is het nou? Wacht even hoor. Gaat alles goed met jou? Auw! Nou, stap maar uit. Wat een rust. Helder! Ah, Toos! Oh, daar sta je! Waar ben je klaar mee? Toos, nee! Toos, waarom heeft Toos nou gesprongen? Toos, waarom doe je dat nou? Nee! Oh, Toos. Oh, wat jammer dit. Nou, ik vond het hartstikke gezellig met Toos. Maar Toos die heeft helaas naar beneden gesprongen. Oh, nou, dan gaan we mijn auto pakken en dan ga ik hem met mijn vader laten zien. Wacht eens even. Oh, nee. Toos heeft hier wel een trucje van. Oh, nee. Toos. Toos, wacht. Toos. Toos. Toos, kom terug. Voorzichtig nou. Je moet ook niet zomaar in de auto stappen. Je weet dat dat gevaarlijk is. Wacht nou, Toos. Toos. Hoe doe je? Ik kom erachteraan. Oh, maar ik had geen parachute mee. Oh, nee. Randje. Auw, mijn knieën. Auw, Toos, vang me op. Sneller. Nee. Toos, voel je je nog lekker? Toos, gaat het? Toos, wacht nou even. Aan mijn hoofd. Toos. Mooi stap uit. Toos, kom terug. Toos is weg. Oké. Nou, ik ben al een tijdje aan het lopen. Toos, die heeft me helaas verlaten. Ik dacht dat hij me al eerst had verlaten doordat hij van het gebouw afsprong. Maar blijkbaar was dat dan niet goed genoeg en heeft nu gewoon mijn auto gestolen. Dus nu ben ik onderweg lopend naar mijn vader. Ik ga hem een verhaal vertellen wat hier allemaal gebeurd is. Dat ik... mijn auto! Oh, Toos, nu heb ik je te pakken. Toos, nu is er geen ontsnappen meer. Oké, nee, Toos, ga maar rijden. Toos! Voorzichtig, stap uit! Hey, Henkie! Stap uit! Kom maar, jongen. Stap maar in. We moeten normaal altijd een test doen en ik heb een hele mooie test bedacht. Wat is een mooie test? Henkie, ik heb wat bedacht. Toos, deze ken ik. Voorzichtig, alsjeblieft. Voorzichtig, Toos. Toos! Wow, wat gebeurt er? Voorzichtig, klik op de... Vliegen! Toos, ik dacht dat je niet ging vliegen. Ik schrok al. Pas op dat je niet... Nee. Oh. Grapje. Ik schrok al. Ja, ik heb een waterproef gemaakt, hè. Echt waar? Ja, nee. Niet al zien dat je in het water mag landen, maar hij blijft altijd boven het water hoveren. Wat goed, hè? Wow. Ja. En wat als je weer op die gele knop drukt, dan? Nee, niet op de gele knop drukken, alsjeblieft niet. Nee, Toos. Niet doen. Alles behalve op de gele knop drukken. Oké, Henkie. Maar Toos, ik moet deze naar mijn vader brengen. Echt waar? Ja. Waar woont hij dan? Ergens in een hele mooie... Toos, wat heb je gedaan? Wauw. Kijk eens hoe mooi. Wat mooi. 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 Wat zinken we snel. Ja. Ja. Weet je wat het is? Nou? Er is veel meer water dan vis. Dat klopt. Dat zeg ik ook altijd. Oké, Toos. Ja. Hier naar rechts is mijn vader ongeveer. Kan je me daar afzetten met de auto? Nee. Waarom niet? Ik ga eerst mezelf ergens anders afzetten. Hoezo? Wil je niet mee? Nee. Hoezo niet? Nou, ik moet je wel bekennen. Nou? Ik heb last van explosieve diarree. Diarree?
Ja. Bedoel je niet diarree? Dat zeg ik. Ja, nee. Wat zei ik dan? Diarree. Maar waar ga je jezelf afzetten dan? Bij het ziekenhuis. Oh, dat snap ik. Pas op! Oh, sorry Henkie. Maakt niet uit. Oh, nee, maakt niet uit. Henkie? Ja? Ik moet echt nog nodiger dan nodig. Ja, ga jij nodiger dan nodig. Ik draai me wel even om zo. Oh, Toos! Oh nee, ik doe het in mijn broek denk ik. Nee, Toos! Gadverdamme, au, wat een viezerik dit, au. Au, au, nee, rode knop. Ah, we zijn weg. Wat een vieze man, die Toos. Nou, kijk eens. Ik ga deze even brengen naar mijn vader. Ik ben zo benieuwd wat hij ervan vindt. Oh, hij gaat dit toch zo prachtig vinden. Oh, als het goed is, ben ik er bijna. Waar was het ook alweer ongeveer? Volgens mij daar in die wijk daar. Ik zal nog even op de Henkie Boost button klikken. En het lekker aan deze is, je hoeft alleen maar te spinnen. En dan is Henkie Boost button ook klaar. Dat is zo. Oh, nou, de auto's exploderen weer. Dus dat betekent dat ik in de goede straat ben. Oh, daar heb je hem, pap. Ik zie je. Oh, hij ligt weer. Ik zie je. Papa. Oh, pas op. Sorry, wat? Wat was dat? Oh. Wat was dat? Henkie, hey. Papa. Nee. Mooi kevertje. Kevertje? Oh, mooi dit. Papa, zo. Wacht, ik help je al even. Wie is daar? Hier, Ikke, je zoon. Oh. Stap op, stap. Hey, hey. Hey. Kijk wat ik heb gemaakt. Wat is dit? Dit is het voertuig dat jij wilde. Nee, joh. Jawel, je had me de blauwdrukken gegeven. Het vliegende voertuig. Maar ik zei je toch dat ik heb geen blauwdrukken. Wat had je dan? Dat waren gewoon rollen papier. Ja, dat is toch een soort blauwdruk. Oh, maar ze zijn niet eens blauw. Nee, het was een witdruk. Oh, een witdruk. Oh, een witdruk. Oh, een goeie, ja. Goeie grap in jezelf. Ja. Oh, heb ik van die beste. Ze waren allemaal mis. Maar goed, dit is hem. Ja, dit is hem dus, ja. Wat mooi, hè? En hoe werkt hij? Nou, je stapt in. Ja. En dan stap ik ook in. Ja. En dan rijden. Rijden. Ja, rijden. Ja. Naar voren vooral. Meestal naar voren. Oh, ja. Ja. Wat is voren? Deze. Die gast, ja. En dan ik al 30 jaar geen auto meer gereden. Dan is het dan niet verstandiger als ik misschien rij? Nee, joh. Nou, weet je wat? Klik dan maar op de gele knop daar. Geel? Geel, ja, geel. Oh, oh. Kijk, daar gaan we! Oh, driftmodus. Mooi, man. Nee, niet driftmodus. Die stond inderdaad op de wit drukken. Oh. Nee, maar het gaat veranderen. Au, pas op! Je moet nu op die hendel omhoog drukken. Hendel omhoog? Ja, die hendel omhoog houden. Je moet nu die hendel omhoog houden. Ja, zo, kijk dan van de vleugels uit. Goed, hè? Oh, wauw. Wat mooi, hè? Ja, au, pas op! Hoe heb je dit gedaan, Henkie? Nou, met jouw wit drukken. Helemaal alleen. Ja, kijk, je kan er doorheen. Wat goed. Wauw. En nu door de volgende. Nog een keer er doorheen. Ja, goed zo. Oh. Nog een keer er doorheen. Wat goed voor mij dat ik deze helemaal... Auw. Waarom deed je dat nou? We zitten van. Je moet weer op de gele knop klikken. Oh. Goed zo. Kijk, en dan kan je een beetje omhoog en dan kan je op de rode knop drukken. Moet je wel heel voorzichtig... Doe jij dat maar. Oké, 3, 2, 1. Zo, daar gaan we. Wauw. Wow. Nog een keer. Nog een keer. 3, 2, 1. Ja. Wat prachtig, hè? Oh, wauw. Wat mooi, hè? Misschien kan je... Heb je moeder leuk gevonden, zeg. Hoe is het met mijn moeder? Ja, die is dood. Die is... Wat? Nee, grapje. Dat is maar een grapje. Oh, voorzichtig. Ja. We zagen... Zo, even stilstaan. Oh, nou, dan stap ik wel even uit. Dus hoe is het verder met je? Ken je, mag ik je wat leuks laten zien? Ja. Oké, dan moeten we even omwisselen. Dat jij even uitstapt. Oh, ja, is goed. Kom maar. Oh, nee! Oh, daar! Dat is altijd handig aan het Henkie-mechanisme. Wanneer je nood, laat altijd de flare achter. Daar is hij. Stap in. Auw. Maakt niet uit. Henkie heeft sterke botten. Alle Henkies hebben sterke botten. Het leuke aan deze voertuig is... Ze kunnen salto's maken. 3, 2, 1. Daar gaan we. En hoppakee. Boom. Mooi, hè? Dat is toch prachtig, of niet? Ja. Ja, nou exact. Wat wil jij nu doen met dit voertuig? Ik wil... Jij wilt... Ik wil dat we op een vliegveld gaan staan en heel hard gaan rijden. We staan op een vliegveld. Oh ja. Oh ja, en we gaan heel hard rijden. Yo! Nee, oh! Oh! Gele knop! Ben je klaar voor poging 2? Nee, want nou wil ik rijden. Nee, nu is dat te laat. Ik rij al. Oh, daar gaan we. Jotte. Daar gaan we. Oh, Jotte, ben je klaar voor papa? We gaan bijna 500 km per uur. Daar gaan we. En... Wauw. Ja, blauw. Ja, ik word misselijk.
Je wordt misselijk. Waarom word jij ook al misselijk? Toos werd ook al misselijk. Wie is Toos? Dat is... Die is nog ouder dan jij bent. Zou ik jou deze gewoon met voertuigen nou afzetten? Oh, als je dat zo willen. Ja, tuurlijk, joh. Au. Nou, daar zijn we dan. Daar zijn we dan aangekomen. Waar wil je dat ik hem parkeer? Ietsjes door en dan naar links. Hier. Nee, Yankee. Hier, je wil ietsjes door en dan naar links. Zo. Oh, ja, hoppakee. Zo, ja. Zo, dit is prachtig, toch? Mag ik de sleutels? Nee, hij heeft geen sleutels. Ik grap je natuurlijk even die sleutels. Hier zijn de sleutels. Nou papa, tot over 4 jaar weer. Ja, zien we elkaar ook nog een keer? Nou, nee. Oké. Nee, echt niet. Grapje, natuurlijk zien we elkaar. Ja. Ik wil jou eigenlijk helemaal niet zien. Jou ook eigenlijk helemaal niet. Ik jou echt niet. Ik had je moeten laten adopteren. Ik ga naar binnen. Nou, dat was mijn vader. Enige probleem is dat ik nu geen voertuig... Wat was dat? Enige probleem wat ik nu heb, is dat ik geen voertuig heb. Kijk eens, dus we gaan maar naar huis rennen. Dat wordt nog eventjes rennen. Ik ben benieuwd. Ah, kijk eens, nou eens thuis. Wat was je toch weer leuk met mijn vader. Ik denk dat ik hem de aankomende jaren weer niet ga spreken, maar dat maakt niet uit. Nou, daar zijn we dan. Lekker thuis. Ah, wat een dag. Ik ben wel mijn Lego-auto kwijt. Hij was ook niet echt onder de indruk of zo, maar hè, dat maakt allemaal niet uit. Dan gaan we nog even lekker een documentaire kijken. En vanaf voor nu, kijkers, wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Abonneer allemaal zeker even als je er echt van hebt genoten. Like ook even. Vergeet het allemaal niet te doen. Want samen halen we de 130.000 abonnees. Spreek jullie later. Glaasje water. Telt tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.